Yo YouTube, Ace het hier met vandaag een nieuwe video. En ja, jullie zien het goed. We spelen kijkhonden. En dit is gewoon echt het vetste spel die ik ooit heb gespeeld. En daarom dacht ik, ik moet natuurlijk het vetste spel die ik ooit heb gespeeld op mijn YouTube channel zetten. Dus ik ga hier even een auto zoeken. Liefste moto. Want ik vind niet direct een moto. Dus kunnen wij hier een gratis pakje drinken nemen? Ik denk niet dat dat kan. Maar dat kan misschien wel, maar misschien nu nog niet. Oké, ik heb daar nog niet veel gespeeld. Ik heb een beetje Watch Dogs gespeeld. Echt niet veel. En ik heb het al twee keer zoveel, maar ik ga hem niet... Holy shit. Oké, dat gaan we hier afzetten. Ik doe hier rare dingen. Dus, ik ben hier gewoon... Holy shit, ik zit hier in een crimineel convoy. Maar ik heb hier toch nog altijd een auto nodig. En ik zie dat er iets is. Oké, we moeten iets doen. Holy shit, ik carjack hier even een auto. En we gaan gewoon vlucht gekken. Dus, ik ga nu naar het gele dingetje gaan op mijn map. Ik weet eigenlijk niet hoe ver dat hiervan is, maar dat is dus mijn missie. En de vaste subs weten dat ik eigenlijk niet met auto's kan rijden. In GTA was dat ook zo. Ik weet het niet, ik kan dat gewoon niet. En, oh my god, ik heb net weer iemand aangereden. Oh my god. Oké, we moeten gewoon... blijven rijden. Ik weet niet, iedereen kan altijd zo goed rijden met de auto, maar ik snap daar gewoon niks van. Kijk, ik snap het niet. Op GTA zei iedereen, ja, rijden is echt makkelijk. Ik snap het niet. Ik vind nooit zo mijn manier om te rijden. Ik weet niet hoeveel knopjes ik er gelijk moet induwen. En in dit spel, hè, het is zo... Oh, oh, mooie auto. Ja. Oh my god, daar een mooie auto. Ja, go, go, go. Oh, het regent. Het spel is echt, het is echt. Ik vind het beter dan GTA. Dus als ik nog een keer de top zoveel moet maken van games, dan staat deze zeker op nummer 1. En daar staat er gewoon een motto. Oh my god, stap hier snel uit. Oh. Kom op, go, go, go. Naar die motto. Eindelijk, oh god. Nu kunnen we eindelijk beginnen aan de missie. En ik denk dat zoals op de meeste spellen M is voor map. Nee, misschien N. Nee, oké. Okay. We moeten gewoon naar die brug zien te gaan. Dus ik ga hier gewoon doorrijden. En dan moet ik... Oh my god. Ik had niet gezien dat er iets was. Dus nu moeten we op de brug raken. En ben ik erop? Jap. En nu moeten we naar een ander deel van de stad te rijden. Dus ik ga hier even rijden. En dit is wel cool. Dit is om mijn jasje die wappert. Wap, wap, wap. Dus ik ga nu even heel snel naar die andere stad rijden. En damn, met een motto kan ik wel nog best goed rijden. Maar dat is ook veel makkelijker, denk ik. Als je zo tussen mensen kan rijden. En ik weet eigenlijk niet langs waar het is. Dus ik ga gewoon random langs hier gaan. En ik zie dat we bijna bij ons spotje zijn. Ik weet niet meer wat het missie was. Ik denk dat ik iemand moest doodslaan of zo. Ah, no. Dus ik ga gewoon zien wat de missie mij geeft. En ik kan hier nergens van deze snelweg gaan. Dat is wel een beetje kloten. Oh, oh my god. Oké, we zitten hier in de bocht. Ik ga rustig draaien. En we doen hier gewoon een... oh god, kijk, mijn motto is ontploft. Of toch niet? Nee, mijn motto is niet ontploft. We moeten gewoon blijven doorrijden. En ik... Ja, ja, eindelijk, eindelijk. We kunnen van de snelweg. En ik kan meestal maar een voertuig één keer gebruiken. Omdat nadat ik het nog een keer wil gebruiken, is het meestal kapot. Zoals jullie nu kunnen zien. Holy shit, mis dat waargenomen. Oké, daar gaan we even naartoe. En... Oh god, hij draait niet meer. Mijn motor draait gewoon niet meer, oké? Maar we moeten hier even naar die misdaad gaan. En ik ga er nu naartoe lopen. God, wat is er gebeurd? Oh god, ik ben net veel te snel weggegaan. Oké. Ik ga hier gewoon even staan. Mijn profiler activeren. En nu moeten we hier gewoon een beetje... Oh, je bent gezien. Ja, ik ben hier eigenlijk niet goed in, yo. Oké, dus. Daar is onze passagier. En ik weet eigenlijk echt niet wat we hier moeten doen. Dus ik neem hier gewoon de mooiste auto. Ik ga mijn profiler even uitzetten. Ik neem hier gewoon de mooiste auto die er is. Holy shit. We doen hier gewoon random een carjack. En dan ga ik hierheen. En we stappen uit. En nu kan ik normaal met de missie beginnen. Oké, okay, let's go. Missie niet toegankelijk. Je wordt geplagd door een invasie. Wat krijgen we nou? Een fixer. Ik was luidruchtig in de loop. Hij heeft me gevonden. En nu moet ik hem vinden. Jordi's kluisje. Wacht maar even. Oké, dus we gaan ervoor. Daar zie ik een lift. En die lift is nutloos. Dus we moeten nu zoek 2x the tap. Oké, daar gaan we even naartoe. Daar gaan we even heen.
En we gaan proberen zo weinig mogelijk mensen aan te rijden. Maar dat is niet zo makkelijk, want ik heb echt nodig rijles nodig. En kijk hoe cool, je hebt hier zo de markering op de grond. Dus we gaan proberen zo snel mogelijk heen te gaan. Echt waar, als je dit spel nog niet hebt, koop het op G2A. Op G2A is het echt crimineel goedkoop. Dus in winkels betaal je hier misschien, weet ik veel, 40 euro voor. Op G2A weet ik veel, 31 euro heb ik ervoor betaald. Dus bereik is binnen zoveel meter, maar we zijn er. Online hacken. Een current fixer heeft een contract aangenomen om informatie van je te stelen via online hacken. Zoek de fixer die je hackt. De fixer kan zich boven of onder je ophouden zullen. Op zich, oké. Identificeren wij iedereen die je verdenkt als hacker. Let's go. Dus, in deze, hij probeert te hacken. Als ik signaal traceer, vind ik hem misschien. Oké. Dus als ik hem vind, voordat hij mij kan hacken, dan is dat Bous. Maar hij is mij aan het hacken, hè, dus ik moet oppassen. Ik moet buiten die cirkel gaan staan. En ik denk dat hij me dan niet kan hacken. De hacker kan zich overal verbergen. In de menigte, op een dak, in een voertuig. Oké, maar hij hackt me. Dus ik denk dat ik even gewoon buiten die cirkel ga staan. En ik denk dat ik dan veilig ben. Nee, ik ben niet veilig. Holy shit, hij kan me blijven hacken. Oh my god, dit had zo misgaan. Oké, nu moet ik die hacker zoeken, hè. Geen hacker. Geen hacker. Geen hacker. Geen hacker. Geen hacker. Godverdomme. Hij is me nog altijd aan het hacken, hè, die bitch. Oké, we zoeken hem. En hij beweegt. Want die cirkel verplaatst zich ook. Holy shit. Hij is me nog altijd aan het hacken, hè. Geen hacker koopt vaak condooms. Dit is wel eens zo random. Daar, misschien is dat hem. Geen hacker. Wat? Hoe noemde die dude? Mitchell Lester. Oeh. Hacker geïdentificeerd. Oké, moet ik hem nu killen? Mag ik mijn gun nemen? Oh, dit is niet de gun. Kom op, kom op. Ja, wat is dit? Het is een bug in het spel. Ja, het is een bug in het spel. Ik denk dat ik een auto ga pakken. Dus, ik moet even een auto stelen. Kom op uit die auto. Ja, ja, ja. Kom op. En ik ga hem killen. Ik ga hem gewoon one-shotten. Zoals ik in League of Legends zou zeggen. En deze auto is zo traag en ik rijd weer iemand aan. Oh my god. Het zou echt veel makkelijker zijn als ik een defte met de auto zou leren rijden. Dus ik ga hem gewoon rammen. Keihard in de kant. Dus we gaan hem hier een keer pakken. Hè. Het regent ook. Ik weet niet of dat in dit spel ook is. Ja, dus. Oh my god. Waarom kunnen die CPU's altijd als goed met de auto rijden? Ik snap dat eigenlijk niet. Dus we nemen hier binnenweg. En dan zo ertussen. En ik ga proberen dat verkeerslicht. Oké, hebben we hem? Ja, we hebben hem. Oké, hij is ergens tegengereden. Dus nu gaan we tegen hem rijden. Oké, oh my god, heb ik hem uitgemist. Oké, report me. Oh my god. Kom op, waarom? Kan er mij iemand alsjeblieft privélessen geven met de auto rijden? Want, oké, ik heb hem nu al. Voltooid, online hacken. We hebben de fixer. Hoeveel zijn er nu nog? Nee. Online hacken, oké, is goed, hè. We hebben hem gekild. Dus, je beruchtheid bepaalt hoe herkenbaar je bent in de fixergemeenschap. Vergroot je beruchtheid door het op te nemen tegen andere fixer met online contracten. Je krijgt toegang tot nieuwe vaardigheden als je beruchtheid toeneemt. Beruchtheid! Ik snap het. Dus dat is een beetje zoals op Infamous. Iemand is geïnteresseerd in me. Oké. Dus, voor degenen die het niet weten. Infamous was ook zo. Moest je kiezen of dat je goed of slecht wou zijn. En in dit spel is het dus hoe berucht dat je bent. En stel ik zou heel slecht zijn in autorijden, wat ook zo is. En ik rijd heel veel mensen aan. Dan word ik heel berucht. Dus. Ik kan nu... bezoekt van racistische blogs. Die profiler moet echt uit. Echt waar. Kan ik dat ding uitzetten? Open je smartphone en selecteer online contracten. Online contracten. Daar. App online contracten. Dus. Selecteer online hacken. En vraag om een doelwit. Online hacken. Online descriptie. Online hacken. Een concurrente fixer in Chicago heeft informatie in handen die jij maar wat graag wilt hebben. Doe hack de telefoon van de fixer, installeer een achterdeurtje.
Steel de gegevens en ontsnap voordat je wordt gevonden. Doe de fixer niets aan de gestolen data. Is waardeloos als de fixer iets overkomt. Oké. Ik denk dat we dat de volgende keer gaan doen. Want ik denk wel dat vet is om zo korte dingetjes te doen. En dan daar een serie over te maken. Dus, ik denk wel dat het vet is. Zo gewoon, korte dingetjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was de allereerste aflevering van Watch Dogs. Het was een beetje test. Als jullie het leuk vinden, dan zeker duimpje omhoog. Ik ben Ace. En ik zeg, yo, tot de volgende keer.